Wie heeft deze boot bedacht? Dat was in 2001 een zekere Australiër genaamd Kevin Anger. Die heeft dit product ontwikkeld. En het was nog zeg maar een rudimentair ontwerp, maar er was al veel belangstelling voor. Ook uit de luchtvaartindustrie, omdat daar iemand was die zei van hey, dit product kan ik op een industriële schaal met de beste en de meest moderne technologieën en materialen opschalen naar een product wat ook voor consumenten goed geschikt is. Hoe ben jij erbij gekomen? 2,5 jaar geleden heb ik dit ontwerp op een internetplaatje gezien. En ik was direct gefascineerd door het materiaalgebruik en de stabiliteit van deze opvouwboot. En gezien van, ja, dit kan echt een oplossing zijn voor mensen die wel willen varen, maar geen zin hebben in al het gedoe eromheen. En ik heb contact met ze opgenomen en samengewerkt aan de verdere ontwikkeling. Fabrikanten uitgezocht, marktontwikkeling gedaan. En zo zijn we nu in maart begonnen vanaf de Hiswa. De belangstelling is enorm groot. Overweldigend haast. Maar zoals met alles gaat dit langzaam. Mensen moeten er toch even aan wennen. Het is een nieuw product in een nieuwe markt. Dus mensen moeten zelf ook even zelf bedenken van hey, is dit waard? Het is een hoogwaardig product en het heeft een prijskaartje. Maar als mensen op een gegeven moment zien van ja, hey, ik kan dit en gebruiken op vakantie. Ik kan het met vrienden en familie gebruiken. Ik kan deze boot ook eens een keer uitlenen. Ik ben niet gebonden aan één vaargebied. Ik kan het ook eens een keer in Friesland, in de Biesbos gebruiken. Ja, als mensen dat zien, dan zien ze opeens van hey, dit is waar voor mijn geld. En ik kan hier een leven lang van boot genieten. Zonder dat ik het last heb van onderhoud, winterstalling en dat soort zaken.